Zwembad De Vliet in Leiden heeft de 100.000ste bezoeker van het seizoen mogen verwelkomen. Dat is heel bijzonder, want normaal zijn dat er zo'n 60.000. Dat er nu zoveel mensen zijn komen zwemmen in het buitenzwembad heeft natuurlijk alles te maken met het warme weer van de afgelopen maanden. Sportwethouder Paul Dirksen zette de 100.000ste bezoeker in het zonnetje. Ik kom hier vandaag niet om te zwemmen, maar wel om iets te vieren. En dat heeft alles te maken met allereerst dat prachtige weer wat we al maanden hebben. En wat er natuurlijk toe leidt dat u hier ongetwijfeld vaker bent geweest deze zomer. We gaan vandaag iemand in het zonnetje zetten. De 100.000ste bezoeker van zwembad De Vliet in deze zomer. En de gelukkige was Marloes Meijer. Ze heeft een seizoenskaart en komt regelmatig in het zwembad. Een enorme verrassing. Ik dacht eerst van, oh, er is iets mis met mijn kaart. Maar toen bleek het de 100.000ste te zijn. Het is echt ontzettend leuk. Om de 100.000ste bezoeker van het seizoen en het mooie weer van de afgelopen tijd nog eens extra te vieren, kregen alle aanwezigen een gratis ijsje van Bagels & Beans. En Marloes, die kreeg een jaar gratis zwemmen cadeau.